zenuwstelsel. Het zenuwstelsel kunnen we verdelen op een aantal manieren. En ik heb hier een enorm schema op het bord gezet om te laten zien op wat voor manieren we dat allemaal kunnen doen. Het is een enorm schema, zoals je ziet. Je ziet hier drie grote delen. Je ziet hier onder een deel, een groot middendeel en een bovenste deel. Het bovenste deel komt ook overeen met mijn bovenste deel, het centrale zenuwstelsel. Het centrale zenuwstelsel bestaat uit je hersenen en je ruggenmerg. Hersenstam, kleine hersenen, al die onderdelen. Centrale zenuwstelsel. Perifeer zenuwstelsel is het middendeel. En dat zijn dus alle zenuwen die in de rest van je lichaam zitten. En dan hebben we hieronder receptoren en effectoren. En daar hebben we in het begin hebben we het daar ook al over gehad. En daarmee beginnen we en eindigen we ons verhaal. Die receptoren zitten, een onderdeel daarvan zijn zintuigen. En die zintuigen die geven een signaal door. Die geven een signaal door naar het perifere zenuwstelsel. En waar geven ze dat dan af? Aan sensorische neuronen. Aan wat voor uitlopers van sensorische? Aan de dendrieten, het ontvangende deel. Die dendrieten, die geven het uiteindelijk door naar het centrale zenuwstelsel, naar de schakelneuronen. Dus via dendriet, axon, naar schakelzenuwen. Die schakelzenuwen, die kunnen die informatie, bewerken. En die geven prikkels. Die kunnen prikkels geven naar via twee verschillende routes. De eerste route is via het animale zenuwstelsel. Zenuwstelsel dat je dus zelf beheerst. En komt eruit bij een effector, wat bijvoorbeeld wat een van je skeletspieren is. Ja, hetgeen ik hier nou aan het doen ben, het wapperen met mijn armen, het praten, dat gebeurt via effectoren, die skeletspieren. Die doe ik bewust. Een andere route via het centrale zenuwstelsel is dat er prikkels gaan, impulsen, naar het autonome zenuwstelsel. Dat autonome zenuwstelsel valt weer uiteen in twee delen. En die twee delen kan je ook in je boek terugvinden. Het een is het orthosympathisch, of gewoon het sympathische zenuwstelsel. En het andere deel is het parasympathisch zenuwstelsel. Nou, die twee, die werken samen. Eigenlijk, eerlijk gezegd, werken ze elkaar tegen. Het sympathische of het orthosympathische deel, dat stimuleert actief zijn. Die organen die daarbij horen. Het parasympathische, dat is actief als je aan het rusten bent, aan het verteren bent. Ja, dus dat als vuistregel, dus parasympathisch, dat is actief en dat stimuleert je darmen. En het parasympathisch remt juist je darmstelsel. Welke spieren worden hier dan door aangezet? Ja, de onwillekeurige spieren. Dat zijn de effectoren die hierdoor worden aangezet. Wel spieren, maar onwillekeurig. En die beïnvloeden dus of een bepaald orgaan juist harder zijn werk gaat doen. Of juist in een soort chill-modus komt. Hoe doet hij dat? Nou, de bloedtoevoer regelen. Dus een hoop van deze spieren die zitten om bloedvaten heen. En die kunnen dus samen knijpen. En die remmen de bloedtoevoer naar je darmen bijvoorbeeld. En dat is maar goed ook. Want als je bijvoorbeeld aan het hardlopen bent. Dan wil je dat die darmen niet dat bloed krijgen. Maar dat dat bloed juist naar je spieren gaat. Naar je skeletspieren. Dus bloedtoevoer naar die darmen, die moet minder worden. Dat deze twee met elkaar, of eigenlijk tegen elkaar werken, dat heet dubbele innervatie. Dus die darmen, die krijgen twee soorten prikkels. Die krijgen prikkels van het sympathische deel, of orthosympathisch, zoals dat in het boek staat, en het parasympathisch. En waar ze het meeste prikkels van krijgen, die wint het. Dus krijgen ze de meeste prikkels van het parasympathische deel, dan gaan die darmen juist verteren. Krijgen ze de meeste prikkels van het orthosympathische deel. Dan worden die darmen juist rustig. Dan gaan ze minder verteren. Dubbele innervatie. Het is erg essentieel dat je dat onthoudt. Dat wat hier aan de grondslag ligt. Dat sympathische of orthosympathische deel. Dat ontspringt. Vanuit je wervels komen die zenuwen. Door middel van grenstrengen. En dat parasympathisch zijn zwervende zenuwen. Die uit je hersenstam komen, hier zo achter.
Ja, het plaatje in je boek refereert daar heel erg duidelijk naar. Dus slaat erop na. Slaat erop na. Wordt veel door elkaar gehaald. Vaak in de war. Vaak raken mensen in de war hierdoor. Het is niet zo lastig. En dit schema kan je er een stukje bij helpen. Ik hoop dat het je iets oplevert, dit schema. Mijn suggestie is, neem het over. Ja, teken het een keer na, zodat je niet steeds achter je computer hoeft te zitten. Dan kan je het beter bestuderen. En ik zal ook een fotootje van maken. En dat kan je dan ook terugvinden in Teletop. Goed, succes!